vervoer van medicijnen, first response, crowd management, bewaking van het strand. De drones komen naar Texel. Het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord probeert de weg vrij te maken voor commerciële toepassingen. Nu is het nog ludiek, een hamburger bezorgen met een drone, maar straks zijn het medicijnen of nieuwe schoenen die van het vasteland door de lucht naar Texel komen. Wij zijn hier aan het testen of we kunnen vliegen met drones op Texel. Want wat wij proberen te doen is dat wij gaan inventariseren en verkennen of je kan vliegen met drones op Texel of van het vasteland naar Texel. Stel dat de Texelboot uitvalt en we hebben heel snel medicijnen nodig, dan kunnen we van het vasteland, van Den Oever of van de Den Helder, met een drone hier naartoe vliegen. Misschien bij een groter ongeval, bij tekort aan bloed, kun je toch mensenlevens redden door dan het bloed voor een deel via de drone in te laten vliegen. Dat zijn medisch gezien echt wel een aantal dingen waar ik blij mee ben dat die optie er nou gaat komen. Drones zal de toekomst zijn. Het is efficiënter, effectiever en uit milieuoogpunt natuurlijk veel voordeliger. En stap voor stap willen we kijken of er men noemt dat een business case gerealiseerd kan worden. En dat willen we gewoon aanbieden aan de Helderse gemeenschap. Het heeft ook wel weer te maken met privacy van de drones die gebruikt worden voor crowd control. Voor deze doelen is het geregeld in de wet, daar ga ik daar niet over. Maar voor die doelen die u net schetst, bij crowd control moet de burgemeester altijd de toestemming voor geven. Dus dat gaat echt niet zomaar. Dus mensen mogen zonder toestemming van mij, op grond van onze APV, ook niet zomaar een drone de lucht insturen, laat staan dat daar een cameraatje aan hangt. Als Texel straks ook per drone altijd bereikbaar is, heeft dat zeker gevolgen voor het eilandgevoel. De boot is al een hele korte verbinding. Het internet heeft het eiland verbonden aan de wereld. Ja, en door de drones is er ook een risico dat ook op dat punt het eiland weer iets minder eiland wordt. De discussie die zal zeker Het komende jaar gaat het ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord de reacties peilen op het eiland. Het hoopt in ieder geval op een zachte landing voor de drones op Texel.